Rebels. Boy. Nico, we staan hier voor de slagerij. Ja. Je hebt een heel leuk plan bedacht. Ik zou zeggen, steek van wal. We zijn het record, Veluwe's record broodje hamburger aan het verbreken. We zijn volop in bedrijf op het moment. De broden die zijn vannacht afgebakken door de bakkeren hier in Garderen. De grote burgers die zitten nu in de gigantisch grote barbecue. En zo proberen we geld op te halen voor het goede doel. En wat is dat goede doel? Dat goede doel bij ons in de straat woont een kindje, die is hartpatiënt. Die is zo geboren. En nu willen ze geld ophalen voor onderzoek. En daar wouden we graag ons steentje aan bijdragen. En dat gaat in ons geval niet met een collectebus langs de deur. Maar daar moesten we even voor uitpakken. Dus toen kwamen we op dit idee. Nou, ik vind het een gigantisch mooi idee. Ja. Want er zijn hier nog meer mensen in het dorp die hun steun geven hieraan. Ja. Verwacht je veel mensen? In eerste instantie was eigenlijk het idee om het Nederlandse record te gaan verbreken. Dat wil zeggen dat we een burger zouden bouwen van ongeveer 500 kilo. Dat gaan we nu even niet redden, want we willen ook graag dat hij opkomt. En in deze tijd gaat dat gewoon niet gebeuren. Dan zouden we op een groot evenement moeten staan. En dat willen we hier niet van maken. Wel dusdanig groot dat het een beetje belangstelling krijgt, voornamelijk voor Dave en de harte vrienden. Dus we zijn even een klein stapje terug gaan doen. En ja, ik hoop wel dat er veel Garderenen deze kant op komen, want het zal wel leuk zijn als die grotendeels opgaat. Ja, ja. Jacqueline, je bent de moeder van Dave. Kun jij iets vertellen over de actie die je begonnen bent samen met de fysiotherapeut? Ik ben deze actie vrij impulsief begonnen. Voor Maaike, de fysio van het WKZ, voor het onderzoek, voor het hart op weg onderzoek. Alle kinderen met een ernstige hartafwijking die worden gevolgd op deze poli. En daarvoor wilde ik geld ophalen. En dat is gelukt. Kunt u er nog iets aan toevoegen? De Hart op Weg poli is een follow-up poli voor kindjes met een ernstig aangeboren hartafwijking. Waaronder Dave is een van mijn patiëntjes. En we volgen eigenlijk de ontwikkeling van kinderen met een aangeboren hartafwijking. En het onderzoek moet ertoe leiden dat de zorg voor dit soort kinderen eigenlijk nog beter wordt. Nog beter, dus het is nog, ja,
Er wordt niet voor niks natuurlijk nu zoveel acties op touw gezet. Hè. Ik vind het een heel goed initiatief. Maar zo jammer dat er nog te weinig is. Hè? Nou, weet je, we geven nu eigenlijk de optimale zorg, maar het kan natuurlijk altijd beter. En daarvoor is onderzoek nodig, zeg maar, om te kijken van waar is nog verbetering mogelijk. Zeg maar. Dus vandaar dit onderzoek. Kunnen mensen ook doneren? Ja, dat kan via www.actievoorwkz.nl/stikkievoorhardopweg. En dan komt het heel goed terecht. Ja, en hier staat een melkbus. Dus hier kan het in de melkbus. Dankjewel en sterkte verder. Ja, dankjewel. Ja. Applaus. Laat hem gaan. Ik neem het ook, pak ik zelfs mee even. Kijk zo. Een beetje improviseren, zo. Dat kan weer. Ja. Smaakt die? Ja, hij smaakt super. Ja, helemaal goed. Jullie waren vanmorgen dus om 4-5 uur al ermee aan het bakken, hè? Ja, al 4 uur zijn we ermee begonnen ongeveer, ja. Ja. Was het een grote klus? Ja, uiteindelijk is het een hele grote klus. Groot broodje natuurlijk. Maar goed, kijk of je nou een heel klein broodje maakt of zo'n grote. Het is even iets andere aanpak. Maar voor de rest, we hebben ons best gedaan in ieder geval. Goed gelukt. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. En een goede zaak. Nou, voor het goede doel. Dus ja, weet je, Nico die contactte ons van de week. God, ik wil dit en dat. En nou ja, goed, een beetje brainstormen met elkaar. En gewoon gedaan. En nou, voor mij mag het resultaat wel zijn. Nou, ik weet het zeker. Ik heb het gezien en het smaakt goed. Dus ja, wat... Ja, we gaan hem even proeven. Hè? Een broodje van eigen deeg, zeggen ze wel eens. Ja. Dus ja. Geniet ervan. Ja, dankjewel. Hè. Doe je? Waar je moeder is?